Nou, dus dat boek dat gaat eigenlijk over de vraag. Hè. We, we hadden in de jaren negentig en nul hadden we een heel dominant idee. Als je publieke diensten, als je daar marktwerking op loslaat... dan worden ze vanzelf beter en dan gaan ze innoveren. En dan nou, het wordt het wordt een, soort, een soort hemel op aarde. Ja, ja. En um, ik kwam in 2010 kwam ik bij de Volkskrant te werken... Op de redactie Economie. Nou, ik wist helemaal niks van economie. En wat je dan gaat doen. is je begint dan als beginnend verslaggever. gewoon met simpele reportages maken. Dus uh, schoonmakers gaan staken. Nou, ga maar naar die uh, demonstratie. en gaan we aan ze vragen waarom ze staken. Uh, treinen rijden niet, omdat het sneeuwt. Nou, ga je maar praten met uh, machinisten en conducteurs. van waarom konden jullie. Hè, wat gebeurde er toen het sneeuwde? Postbodes worden massaal ontslagen. Nou, ga toch eens praten met postbodes. Waarom is dat? En een stukje bij beetje kwam ik erachter door steeds, door steeds onderop op die werkvloeren rond te lopen... Dat, uh, dat al die problemen in al die verschillende publieke of voormalig publieke sectoren... dat die eigenlijk allemaal een paar parallellen hadden. Namelijk, uh, ze, waren, ze zaten allemaal ooit bij de overheid. En ze functioneerden daar in meerdere of mindere mate goed. Uh, ze zijn naar de markt gegaan en dat heeft een eigen dynamiek op gang gebracht waarbij eigenlijk die publieke dienstverlening niet meer centraal stond, maar geld verdienen. En alles daaronder geschikt aan raakte. En je zag hele rare bijverschijnselen ontstaan. En nou, toen ik een jaar of zes, zeven uh, bij die publieke diensten op die werkvloeren had rondgehangen, toen had ik toch wel uh, ja, een, 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 het idee van die hele belofte van goedkoper, beter, efficiënter. Die, het is gewoon onzin. Maar hoe kan het dat we daar met z'n allen zo zijn ingetuimd? En dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest voor, nou ja, voor 17 miljoen wachten. En daar heb ik echt heel erg op die marktwerking in de publieke sector uh, gefocust. En toen dat boek klaar was, toen had ik al vrij snel het idee van eigenlijk uh, mis ik nog wat. Hè? Ik heb het eigenlijk ik heb het over die publieke diensten, maar niet over, de, over het bredere gedachtegoed erachter. Ik, ik laat daarin volgens mij aardig zien waarom marktwerking in de publieke sector niet werkt. Ja. Maar dat marktdenken dat is natuurlijk veel breder dan alleen die publieke diensten. Dus fantoomgroei is eigenlijk. Um, het, vervolg. het vervolg. Het vervolg op uh, 17 uur wachtende. Ja. Voordat we daarheen gaan, wilde ik toch even. Heel even stilstaan bij wat die markt nou heeft gedaan met publieke diensten. En ik vind dat. In, in je boek komt het op, op verschillende manieren heel mooi terug. Maar zeker als het gaat over de postmarkt. Uh, en ook als het gaat over het de, 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 de treinverkeer. Uh, iedereen die met de trein reist, die houdt zijn hart vast als het herfst wordt ja. voor de blaadjes. Ja. En winter al helemaal. Ja. Dan gaat het sneeuwen. Dan komt er ijs onder de treinen. En het verhaal van de NS is altijd. Dit ijs. Al die ijspegels die onder mijn trein hangen. die vallen dan precies. Ja. in de wissel. Ja. Uh, en jij zegt eigenlijk. je boek. dat is helemaal niet waar. Het komt door hoe de NS is georganiseerd. Klopt. Ja, kan je daar iets over, over Ja, Overigens. Okay. Uh, dat verhaal van die ijspegels. Sinds ik dat uh, vrij uitgebreid heb opgeschreven. vertellen ze dat verhaal niet meer, geloof <laughs> ik. <laughs> nee, maar wat dat je. Ik ja, heb het al lang niet gehoord. Maar, nee. maar wat, je, wat je dus ziet gebeuren. Uh, bij zo'n. Bij zo'n spoorbedrijf, bij de ja. NS, he, ze wilden op een gegeven moment marktwerking erop loslaten. Alleen er is dus één groot probleem: eigenlijk kan het gewoon niet uit. Als je, als je treinreizigers de volledige uh, infrastructuur wilt laten betalen met treinkaartjes, nou, dan worden treinkaartjes drie keer zo duur en dat kan niet. En net zoals uh, het wegennet: he, je legt met belastinggeld leg je wegen aan en dan kan iedereen er overheen rijden en gebruik van maken. Ja, Dat is meer dan de wegenbelasting, de, die er jaarlijks wordt opgehaald. Ja, dat, dat zou jij, weet jij misschien beter dan ik. Ik weet niet precies hoe. Er ja, die... gaat meer in dan. Ja, uh, dat, er gaat ja, meer in dan ja, eruit ja, komt. Ja. ja, nee precies. En dat is ook logisch, hè? Want ja. je hebt zo'n infrastructuur nodig om, om te precies. kunnen verplaatsen, om te kunnen reizen, om te kunnen ondernemen, om naar je werk te kunnen. Ja. Dus dat is ook. Het een... is niet alleen van belang voor degene die, die over die weg rijdt, of met die, van die trein gebruik maakt. Want die nee. trein is misschien wel die, die, die gast die geschiedenis heeft gestudeerd en docent is geworden. En naar school moet uh, op, op lesgeven. Precies. En jouw kinderen zitten daarmee in de klas. Dus. Daar profiteren we uiteindelijk met z'n allen van. Hetzelfde geldt voor de auto. Precies. De loodgieter moet toch jouw kant op komen als je lekkage hebt. Of als je een schuurtje in je tuin wil laten bouwen... wil je, je aannemer ook deze kant op pakken. Zo is het dat of het voedsel dat in de winkel ligt. Dat alles ja. moet vervoerd worden. Ja. Uh, dus dat is heel logisch. Maar ze dachten van oké, okay, je kan dus eigenlijk... Hè, als het niet uit de treinkaartjes verkocht kan worden... dan kan je dus eigenlijk een spoorbedrijf niet privatiseren. Want het gaat meteen failliet. Dus wat ze toen hadden bedacht, als we nou NS... De Nederlandse spoorwegen die eerst alles deden. Als we nou zorgen dat die infrastructuur, dus die rails, dat die bij de overheid blijven in een apart bedrijf. En dan kunnen we daar, dat is pro geworden, dan geven we daar 2 miljard subsidie aan per jaar ongeveer. En dan kan die NS, die alleen het eroverheen gaat rijden, en andere bedrijven, die kunnen dan met elkaar gaan concurreren om die reiziger. En ja, toen kwamen ze bij het volgende probleem. Hè. Je kan natuurlijk niet verschillende spoorbedrijven door elkaar heen laten rijden op dezelfde trajecten. Dus dan moest je ingewikkelde aanbestedingen gaan doen. En wat er uiteindelijk gebeurde, en ze wilden ook nog het spooronderhoud zelf. Dat hebben ze nog weer uitbesteed aan private aannemers. Dus alles wat eerst binnen één bedrijf gebeurde, met één strategie, één directie erboven, die allemaal dezelfde kant op wilden. Wat ze gedaan hebben, is dat helemaal opknippen, zodat iedereen tegen elkaar kon concurreren. Wat je daarmee creëert, is dat je, je moet. Uh, anders dan op de weg, zo'n spoorbedrijf, de rails en de trein, dat is één systeem. Die zitten aan elkaar vast. En bijvoorbeeld een veiligheidssysteem zit deels in het spoor, deels in de trein. Uh, als een wissel, als die uh, vastzit omdat het sneeuwt, of omdat er blaadjes in liggen, of, of wat dan ook. Ja, dan is de vraag, wie kan dat het snelste oplossen? En wat je dus toen zou gebeuren inderdaad met die winteromstandigheden. Uh, nou, die, die, die wissels die waaien vol met sneeuw. Ja, de, wie zijn er te plaatsen? Dat is personeel van de NS. Hè? De machinisten die staan met die, met die treinen vast voor die wissels. Maar ja na die splitsing mochten die mensen van de NS... niet meer aan die wissels van ProRail zitten. Um, en die mensen van ProRail die hadden weer aannemers nodig... die weer monteurs nodig hadden om die wissels te fixen. Maar die moesten daar dan met de auto naartoe komen. Maar ja, als het sneeuwt, dan dat staat er een duizend Nederland kilometer file. Ja, ja, dus, ja, ja. dus wat wat, wat, en dat was een van de eerste grote verhalen die ik uh, had over marktwerking. Dat je inderdaad zag dat dat het idee, als we het naar de markt brengen... dan wordt het allemaal efficiënter en innovatiever. Maar wat je in praktijk zou gebeuren... is dat het eigenlijk heel stroperig en bureaucratisch werd. Ja, en dit fenomeen, dat zie je eigenlijk ook in de gezondheidszorg... en dat zie je in een heleboel sectoren die naar de markt zijn gebracht... zie je dat er eigenlijk, omdat het zich gewoon niet leent voor marktwerking... sterker nog, de reden dat uh, dingen als zorg en vervoer, et cetera... dat dat bij de overheid is gekomen, is omdat de markt het nooit kon... Alleen op de een of andere manier zijn we gaan geloven in de jaren 80 en 90 dat, dat, de, dat, dat de markt zo verheven was dat hij opeens al die dingen die de overheid alleen maar kon, dat de markt wat beter zou kunnen. En nou ja, daar is eigenlijk mijn hele carrière op gebaseerd: <laughs> <laughs> op die misvatting. Dus, dankjewel ja. Margaret Thatcher en Ronald Reagan <laughs> ja. en Ruud Lubbers dat jullie dit ja. hebben gedaan en, en, uh, uh, en de Paarse kabinetten in de jaren 90.